Goeiedag, welkom bij de eerste vlog bij Van de Wielmakelaardij in Rotterdam. Mijn naam is Dirk Kwalm en ik neem u vandaag mee in ons kantoor achter de schermen. Wat gebeurt er nu bij een makelaar? Kijkt u met ons mee? Als u bij ons binnenkomt, treft u als allereerste mijn collega Corine aan. Zij is op dit moment heel hard aan het werk en we gaan even wat aan haar vragen of dat ze tussendoor tijd voor ons heeft. Als u uw woning bij ons wilt verkopen, komen mijn collega's graag bij u langs. Zij kijken dan naar de waarde van uw woning en bespreken die met u en leggen uiteraard uit wat het hele proces inhoudt. Ook een taxatie kunnen wij voor u uitvoeren. Dit kan voor bijvoorbeeld het oversluiten van uw hypotheek of voor het aankopen van een nieuwe woning. Heeft u een woning gezien en wilt u ons als aankoopmakelaar inschakelen? Ook dat kan. Wat doen wij als wij telefonisch in contact krijgen met een klant? Wij zorgen dat we bereikbaar zijn telefonisch, maar ook via WhatsApp en per e-mail. Wij kunnen ook uw woningwaardebepaling, wanneer het u schikt, zowel in de middag of in de ochtend, kunnen we bij u langskomen voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij passen volledig onze afspraak bij uw wensen aan. Zo, naast mij zit mijn collega Eline. Zij is hard bezig aan het werk op haar computer. Maar ja, wat doet ze daar eigenlijk op? Ja, waar ik nu mee bezig ben is het opstellen van een koopovereenkomst. Er is weer een leuke woning verkocht door mijn collega's. En dan krijg ik alle gegevens binnen en ga ik de koopovereenkomst opstellen. Eline, even een hele andere vraag. Wat maakt jouw baan nou zo leuk? Nou, wat ik heel leuk vind aan mijn baan is dat het lekker afwisselend is. Soms zit ik veel op kantoor, maar soms ga ik ook de deur uit voor bezichtigingen. Contact met mensen vind ik heel erg leuk. Ik vind het ook heel leuk om mensen een kijkje te geven van wat er allemaal gebeurt op kantoor op social media. En natuurlijk heb ik ook de allerleukste collega's. Voordat de woning op Funda staat, komt er nog heel wat bij kijken. Wij hebben betreft een aantal voorbereidingen, zoals de tekst voor de advertentie. Maar we gaan ook de plattegronden raadplegen die de fotograaf heeft gemaakt bij de fotosessie van uw woning. Wij gaan dan online alles klaarzetten, zodat de woning snel geadverteerd kan worden. Als de woning online gezet kan worden, dan stromen de aanvragen binnen. En dan gaan we hier ook gelijk de afspraken verwerken in de agenda om alle bezichtigingen in te kunnen plannen. Voordat wij de waarde van een woning kunnen bepalen, treffen wij onze voorbereidingen. Mijn collega Jan Willem, met 20 jaar ervaring in het verkoopvak, is op dit moment een woning aan het voorbereiden. Voordat wij een woning in de verkoop kunnen nemen, dan bekijken we altijd eerst online een aantal dingen. Zo vragen we bij de gemeente op, bij de basisadministratie gemeente, hoe groot een woning is. Bij het kadaster kunnen we zien of de woning op erfpacht of op eigen grond staat. En wij hebben een database waarin alle woningen die recent verkocht zijn in de straat, die allemaal aangemeld staan met ook de betreffende verkoopprijzen. En deze informatie betrekken we allemaal in het advies wat we u geven over de verwachte verkoopprijs van uw woning. In de volgende vlog gaan we naar buiten toe. Gaan we echt op pad. Gaat u dan ook weer mee met ons? Dan krijgt u een uniek kijkje achter de schermen. Hoe werkt het als u uw woning wil gaan verkopen? Wat doet dan de makelaar? U gaat het allemaal zien. Tot de volgende vlog.